Oh, serieus, hè? Ja, verdomme! Springen! Wat? Oh. Springen! Dan hier! Springen! Springen! De deur is springen! De deur is springen! Vooruit springen! Money. Oh. Jo is uitgeschakeld. Jo gaat het. Doe je erom of niet? Ja, meneer. Wacht. Jo? Ja, doe er niet om. Echt niet? Moeten we het rode kruis erbij halen? Ja, dat is hoor. Oh, man. Wat is er gebeurd? Oh, ik denk dat ik verkeerd ben neergekomen. Ik heb de muur niet echt gevoeld, maar... Ik denk dat mijn knieën een vronk heeft gehad en mijn gewrichtsbanden getoucheerd zijn, denk ik. Dus het gaat niet meer lukken voor jou? Dat zal moeilijk zijn, denk ik. Dat zal moeilijk zijn. We gaan eerst eens kijken naar de herhaling. Ja, ons Vlaams wielentrio begint goed aan deze uitdaging. Nico Matan heeft nog wat slappe spieren, slappe benen, te lang op de fiets gezeten waarschijnlijk. Of op café, ja. Ze lijken alle drie klaar voor het golvend gat en bereiden zich voor op de sprong door de golf. Oeh, op het eerste zicht springen ze er ook vlotjes door. Maar dan is duidelijk te zien dat Jo tegen de muur is gebotst met zijn knie. Ja, Jo die denkt dat zijn gewrichtsbanden geraakt zijn, maar gelukkig, het is niet zo erg. Zijn knie is gewoon gebroken. Ja, de muur heeft plechtig beloofd nooit meer zoiets te doen. Dat ziet er niet goed uit. Dat is niet goed. Nee, heren, in ieder geval... Toch een beetje goed nieuws. Jullie hebben 30 punten verdiend. Mooi gedaan voor de eerste keer. Ja, maar ja, joh. Oh, mijn knie gebroken. Denk je dat die gebroken is? Nee, die is niet gebroken. Maar verzwikt. Het is alles niet juist. Maar dus... ik had het al direct gezien, want de coureur, als die valt, springt hij direct terug op zijn fiets en is hij weg. Maar ik zou dat hij zo deed dan... Ik bleef liggen en ik werd direct gewaar dat het niet echt goed was. Wij hebben wel een noodoplossing als het niet meer zou gaan. Jij ziet het, het gaat niet meer. Ik kan niet meer, sorry, ik kan niet meer. Oké. Dus opgave. Oh. Dan moeten wij overschakelen naar onze redder in nood. Een echte redder. Bram gaat jou vervangen, Jo. En jij mag redder spelen. Dan kun je rustig zitten. Ja, die is goed voor mij te spelen. Die ziet er goed uit. En uiteindelijk... Verbetering. Als er een prijs gewonnen wordt door jouw team, okay, dan krijg je ook een eend mee naar huis. Dankjewel. Uiteraard. Dat zal wel. Oké, ga maar zitten daar.